Kaanderwijk kleurt alle kleuren van de regenboog met het festival Made in Afrika. Zoals u het al hoort is het al in volle gang en er is genoeg te doen. Het is gewoon leuk om hier te zijn, leuk vieren. Dan leer je Afrika een beetje kennen. Ja. Afrikaanplein, toch? Nou, de bedoeling is bekend maken met de Afrikaanse cultuur. We zijn natuurlijk in de Afrikaanse buurt, in de Afrikaanse wijk. Dus er was hier vroeger het Nelson Mandela Festival. En toen dat verdween was het eigenlijk heel jammer dat er in de Afrikaanse wijk niks Afrikaans meer was. En omdat hier heel veel mensen ook wonen die hun roots in Afrika hebben, hadden we zoiets, nou, we werken allemaal samen. Ja, het is belangrijk dat je natuurlijk elkaar kent. Hè. Er wonen zoveel culturen in deze wijk. Het is belangrijk dat op dit soort momenten dat je elkaar kan zien, maar ook van elkaar leert. Toenadering en gewoon respect voor elkaar. Vandaag heel veel te doen. Er zijn wat leuke culturele kramen. Er is een stichting HRMB uit Limburg. Wat zij doen is van afvalmaterialen iets knutselen. Bijvoorbeeld van een oud melkpak, een portemonneetje. Van een oud blikje, een kandelaartje. Er is hier ook iemand met kinderactiviteiten. Er kunnen kinderen leuke maskertjes maken. Ook een beetje Afrikaans georiënteerd. Er is een Afrikaanse kunstenaar in die rood-witte tent. Die maakt zelf batiks en schilderijen. Voor kinderen zijn er vanuit het Rotterdamse Volkstheater allerlei activiteiten. En heel de avond zijn er dadelijk optredens. Wat maak je van er? Er is wel 2 sterren op de wand. En vind je het leuk? Ja. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Met mijn broer gespeeld. Oké, wat heb je allemaal gespeeld? En een portemonnee gemaakt. En wat heb jij allemaal gedaan? Kinderen gesminkt. Alleen gesminkt? Ja. Heb je zelf niet gespeeld? Ik heb geschilderd en getrommeld. Vond je dat leuk? Ja. Vind je dit feest leuk? Ja. Waarom? Omdat je hier fijn kan spelen en kinderen sminken en zo. Wat vindt u hiervan? Ik vind het heel leuk. Ja, alleen een beetje weinig mensen. Vorig jaar was veel meer. Ja? Ja. Maar ik vind het heel leuk. Dat wel. Leuker dan vorig jaar? Nee, vorig jaar was het ook leuk. Dus ik kan het niet vergelijken. Dus het is allebei leuk. Bent u zelf Afrikaans? Ja, ik ben Kaapverdiaans. Ja. En wat vindt u dat dit georganiseerd wordt? Dat vind ik heel goed. En ja, voor mijn part kan het elk jaar. Dus ik woon hier vlakbij gezellig met mijn vriendinnen. Het is klein begonnen dit feest. En nu is het heel groot geworden. En elk jaar moeten we het groter laten worden. De bedoeling is dus dat we verschillende culturen zich presenteren. We hebben nu Afrikaans, Caribisch, dus Surinaams, Antilliaans, Turks, Marokkaans, zoveel mogelijk. We hebben een modeshow, muziek, braderie. Dus de bedoeling is dat de Afrikaanderwijk zich laat zien. Dus we proberen wel zoveel mogelijk diversiteit in culturen bij elkaar te brengen. En lukt het? Ja, het lukt wel, gelukkig wel. Ik bedoel, mensen weten elkaar te vinden, partijen ook. En we hebben een actief netwerk om ons heen, dus gaat goed. Wat heb je hier gedaan? Allemaal knutselen. Ja? Zoals? Zoals sleutelhangers maken, schilderijen maken. Ja? En nog veel meer. Oké. En weet je wat hier gebeurt vandaag? Nee, niet echt. Nee?
Nee. Het is Afrika Festival. Leuk. Ja? Ja. Vind je leuk wat hier gebeurt allemaal? Ja, heel erg. Ja, waarom vind je het leuk? Dat je allemaal leuke dingen zijn voor kinderen die ze kunnen knutselen en maken. En vind je het ook leuk dat er dan verschillende, dat je verschillende dingen leert van andere culturen? Ja, dat ook. Wat ga je nog meer maken? Nu ben ik hiermee bezig. Ik heb eigenlijk alles al gedaan. Dus je gaat lekker eten en genieten? Ja. Ik woon zelf woon ik hiernaast, althans mijn vriend woont in de Pretoria-laan, dus we zijn ernaast. En ik zag de flyers al, dus ik dacht, ja, laat gewoon een kijkje nemen daar. En vind je het belangrijk dat de verschillende culturen bij elkaar komen? Ja, dat is zeker belangrijk. Er zijn veel ruzies hier de afgelopen paar maanden geweest in de straat. Dus ik vind het belangrijk dat iedereen samenkomt en vreugde. Er is al zoveel onrust in de wereld, dus waarom niet? Ik had er meer van verwacht. Ja? Ja. Zoals? Heel veel steentjes, heel veel Afrikanen. Ja. Ja. Maar toch niet helemaal teleurgesteld? Nee hoor, want ik ben er nu al een paar uurtjes. En het eten is lekker, dus. Ik kwam meer om te kijken van de Afrikanen. Hè, en de klederdrachten en dat soort dingen. Dat boeit me wel. Ja. Maar ook u klinkt een beetje teleurgesteld. Ja, ik had meer verwacht. Meer podia's, meer mensen. Want ik denk dat er niet veel bekendheid van dit gemaakt is. U heeft net opgetreden, hoe was dat? Ja, ik vond het geweldig. We hebben onze best gedaan. Ja. De toetsenist, pianist, komt uit Brazilië. Ja, de drummer is een Nederlander uit Brabant, Noord-Brabant. Ja, ikzelf, ik kom uit Kenia, ik woon in Rotterdam. Ah nee, ik woon in Vlaardingen. Ja. En zangeres is uit Zimbabwe. Onze leven draait op muziek, of muziek draait om. Rond ons leven. Ja, toen ik klein was, ik leerde om djembe te spelen. Ja, en dan ineens, ik leerde trompet zelf eerst. Ja, mijn vader heeft trompet gebracht thuis en ik moest gewoon leren. Dan gingen we pas naar het conservatorium te doen. Dus iedereen bij ons, of in Afrika, of bijna iedereen heeft het gevoel van een ritme, van de muziek. Leuk publiek in Afrikaanderwijk? Ja, leuk publiek, een beetje multicultureel. En, ja, maar ik vond het een beetje moeilijk in het begin. Want ja, die publiek, wat, ik weet het niet, maar die moet een beetje ingetrokken worden. Ja? Het is een Afrikaanse festival. Ja, festival. Ik heb net ook veel bladen gekregen op de markt. Van ja, een groot festival bij Afrikanerwijk. Ja. Vinden jullie leuk dat zo'n festival er is? Ja, zeker. Superleuk. Ik vind het superleuk. Waarom? Omdat je hier kan knutselen. Rumba, oh, shake your body line. Why, shake your body line. Why, rumba. Dit ziet er lekker uit, wat is het? Dat is een soort masbango, dat heet masbango. Dat komt van Portugal, ik ben van Antillen, maar ik heb 44 jaar chef-kok van alles, werk in Curaçao en hier nog 5. Okay.
Ja. En wat vindt u van dit feest? Goed, ja. Vindt u het nodig ook zo'n feest, Afrikaans feest? Natuurlijk. Ja, ik ben ook Afrikaan. Ja? Van de kleur. Natuurlijk ook uit Afrika, een Marokkaanse jurk. Is het gezellig? Ja, ik vind het best wel leuk, hè? Ja? Ja, echt om te genieten, hè, met dit weer, hè. Komt u hier voor het eerst? Ja, vorig jaar had ik het meegemaakt, of het jaar daarvoor, hè. En wat vindt u nou van dit feest? Ja, het is best wel leuk, hè, om eerlijk te zijn. Het is best wel leuk, ik geniet ervan, hè. Ja? Word ik opgenomen. Ja. Nee? Wat vind je? Huh? Nee, u danst er heel mooi bij, dus dat is goed. Als je dit vaker doet, dan wordt iedereen hier wel wat vrolijker van. Voldoet dit evenement aan de verwachtingen? Ja, ja, het voldoet zeker. Het is gezellig, mensen hebben plezier. En iedereen ja, heeft het naar de zin, dus ja, geweldig. Leuk. Woe! Zet hem op! En het is feest! Rotterdam Zuid, kom je halen! Het Made in Afrika Festival is voor het eerst groots gevierd in het Afrikaanderpark. Dit festival is georganiseerd door onder andere Stichting Abrassa, Stichting Doc Feyenoord, Smullen met Hubert en het Rotterdams Volkstheater. Met een bazaar, een podium en lekker eten kleurt Afrikaanderwijk weer Afrikaans. Hey! There is no business like show business! Oké! Okay. Geniet van het leven! Hey! Afina! Ja toch? Ja, kwam maar, daar heb je! Hey! En zo is het met de muziek van taboe zijn. Wat voor? Taboe van? Bijna. Sterker. Namen. Of zie je het weer? Of zie je het? Zie je het weer?